Ik wou dat zij mij namen zoals ik ben. Je merkt aan Vincent met zijn werken, hij wil totaal alles wel geven, maar dan moet hij een brief schrijven om geld te krijgen. En dan moet hij dit doen en dan gaat er weer wat mis. Of dan heeft hij net niet genoeg verf voor dat. Of dan ziet hij iets in een landschap wat ik denk vandaar dat hij gelijk in heeft wat hij daarin ziet. Maar dat hij te veel geconditioneerd is door zijn achtergrond en in die tijd waar hij leeft. Hij had net nog losser kunnen gaan. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb naar zijn streken gekeken waar hij overal juist net die vormen wilde pakken, maar zonder dat hij die vormen echt geoutlined heeft. Het duurde maanden om te snappen waar hij zich beperkt hield en waar hij zich los kon laten. Het enige wat ik kon doen is die streken letterlijk kopiëren in zulke verhoudingen dat ik dus al zijn volumes openzet, zodat er een schilderij ontstaat wat ten eerste veel groter is dan het formaat wat hij normaal gebruikt. Eén enkele kleur, een soort groen die je niet kan vinden binnen zijn eigen schilderijen, maar hard genoeg is om direct op het rauwe linnen zichtbaar te zijn. Al die laagjes heb ik over elkaar gelegd, zodat je voor het schilderij kan staan en denken van, wow, dit is Vincent zonder vorm. Ik voel hem, ik hoor hem, het is te groot, ik zie het. Ik moest dit voor mezelf doen. Ik moest dit maken ook om mezelf die ruimte te geven als kunstenaar. En waar dan opeens op een soort bijzondere manier ik een e-mail of ik een berichtje krijg dat het Vincent van Gogh Museum een tentoonstelling gaat doen over zijn werken. En ik dit werk een paar jaar geleden al had gedaan vanwege een totaal andere motivatie in relatie tot hem. Een stuk uit die brief heb gepakt van neem me zoals ik ben, wat er staat. En het leek wel alsof hij, dat weet je niet, maar alsof op een bepaalde manier het universum de boel zo geschakeld heeft van ja, laat mij gewoon zien hoe ik gewoon volle volume ben.